7,5 minuut gespeeld. Nog geen één kans gezien. Nou, de eerste bal bezit voor Club Brugge. Marcos Camozzato. Is dit de eerste kans voor Club? Kopkans van Kouyemaha. Handbal voor Petter Radek. Jadid. Ma en Jadid. De voorzet aangespeeld naar Hendricks. Hendricks snijdt naar binnen. Mark Hendricks kan afgeven met Zaglik. En een krulbal. Wat scheelt het? Eerste schot op doel van AS Eupen na 12,5 minuut. Armen gekruist, dat is een signaal van Abderrazak Jadid naar zijn ploegmaats bij deze derde corner voor AS Eupen. Want ook maar het handje in de lucht. Een ander teken. Dan komt die hoekschop van Jadid. Kopkans. Net over. En na een half uur gespeeld, voorlopig één kans gezien voor Club Brugge. Tegenover twee voor AS Eupen. Het is Ojija. Goeie paas naar Vargas of Gerardus mee. Het gaat naar Dirar. En de tweede paal Perisic, de kopkans op het dak van het doel. Balverlies dan. Ojija die oppikt. Perisic op de rand van de 16. Perisic krult hem. En Petr Radek er nog tegen. Dit is Dirar. De grootste kans tot nu toe voor Club Brugge in de 34ste minuut. Kort na die fase met al die kansen, een vrije trap met man in vorm Ronald Vargas achter de bal. Twee vingertjes in de lucht en kijken naar wie kan koppen. Dirar kopt door en ja, Junior Diaz kopt hem binnen, maar buitenspel. Het hele Jan Breidelstadion begon al te juichen. Duidelijk buitenspel van Junior Diaz. Ojija, sterk. De bal aan de voet en dan een serieuze overtreding. Dat is meteen rood voor Obradovic. De spits van AS Eupen. Het is al voorbij op 8 minuten van de rust. Nog eens kijken. Tackle langs achteren. Bal in geen meter te bespeuren. Vargas kaatsend met Kouyemaha. Goed gedraaid. En bijna balverlies. Nu helemaal Kouyemaha. De paas was niet goed, de eerste. Nu wel naar Dirar. Hart en Perisic en Vargas voorbij de bal. Was het geen strafschop helemaal op het einde van de eerste helft. Een fout dan toch op Perisic. Nog eens kijken. Geen buitenspel. En de tackle van Mark Hendricks. Ook langs achteren. In het strafschopgebied. De kleine rechthoek zelfs. Diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Ojija. Steekpaas naar Kouyemaha en dan de ruimte daar voor Dirar. Dirar was het handspel van Jan Douli. Christophe Dirik heeft het niet gezien en ook zijn assistent niet. Wanneer valt het openingsdoelpunt? En dat zou normaal gezien van Brugse makelij moeten zijn. Op papier veel sterker dan Eupen. Ojija met het schot en de goal! Het heeft 52 minuten geduurd om de band te breken tegen AS Eupen. En Vadis Ojija... Afgelopen zondag nog een heerlijk doelpunt gemaakt in Charleroi. Maar dit mag er eigenlijk naast komen staan. Ojija. Hardschot met Rex vanuit de tweede lijn eigenlijk. Wat een pegel. Gerards naar Perisic. En terug naar Gerards. Dalma, mooi hakje Perisic. Legt hem af op Ojija. Geen buitenspel. En Zukanovic. Maar dan Ojija. En de 2-0. Het wordt een mooie avond voor Vadis Ojija Ofo. 63 minuten gespeeld. En kijk eens, ja, de ploegmakkers die het ook vragen. Wat vond jij nu de mooiste tot nu toe? Vanuit de tweede lijn weer zo'n schot. Als er nog een derde doelpunt valt, dat staat bijna vast. De vraag is wie hem zal maken. Perisic mooi naar Blondel. En dan Lestien loopt de bal netjes binnen met de roze schoentjes. Maxime Lestien, een paar minuten geleden ingevallen. Bedankt een andere invaller, Jonathan Blondel. Goed kaatsend. En Zukanovic onder druk gezet door Perisic. Daar is Perisic. En Perisic wil en krijgt een strafschop. De tweede rode kaart er bovenop voor AS Eupen. En het is Marcus Diniz die nog eens rood pakt. Wie anders dan... De aanvoerder van Club Brugge achter de bal, Karel Hoefkens, wordt het 4-0. 4-0. Dit moet de eindstand worden. Brede glimlach bij Hoefkens en ook bij de aanhang. Het was een wedstrijd dat toch wat moeite kostte voor Club Brugge.